2-1 win against Cercle. Well-deserved victory, I think. Yeah, it's just like a boost to the team, and from what we did last week and this week, we trained really hard, and you know, I think that's the reflection on the game today. Second goal in 3 games for yourself? Yeah, it's just like I said, even from my first game and my first goal, I said it's just like a boost to me and the team. Every week when we have match, I want to do more. The team want to do more for a great position in the league. We want to see that we come out victorious, and we want to see ourselves in a good position in the league. You played a good game. I think you already got 2-3 opportunities first half. Yeah, it was a sad one. I had my first chance, and the second one hit the bar. It was really disappointing for me. I didn't give up. I said to myself, I'm gonna score. I keep working. So at the end of it, I was crowned with the last goal victory. You got a lot of response of the crowd when you were substituted. Yeah, it's overwhelming. I feel very excited. You know, a great one from the crowd. They're screaming my name. I feel very I feel appreciated from the fans. Yeah. Important victory also for the ranking in general. Yeah, it's really important for us. We, like I said, our mentality is to take every game as they come. We want to see ourselves victorious in the league. So any game that comes, we always want to win. The motivation is there from the coaches to the technical crew and the players. Everybody want to give his 100%. So we see ourselves victorious in the league. Midweek game now against the Open. Yeah, it's a really a tough one to play against a first division team. It's not going to be easy, but everybody, like I said, they want to win, we want to win. So I think from what we were going to do, everybody's going to give his 100% in training and in the game. When we play, we approach every game as, like I said, the World Cup final. Everybody want to give his 100. That's how to see the mindset of victorious people. So we want to be victorious in everything we do. The team collectively, the mentality, everybody's 100% fit. Een korte vertaling van de woorden van Saver Godwin. Ik denk dat we vandaag een verdiende zege geboekt hebben en die eigenlijk het resultaat is van onze keiharde trainingsarbeid al weken aan een stuk. Dus ook vandaag hebben we bijzonder hard gewerkt en voor mij is het natuurlijk leuk, want ik kon mijn tweede doelpunt van het seizoen scoren. Eerste helft kreeg ik al een paar kansen en die gingen er ofwel naast of op de paal en was ik een klein beetje ontgoocheld, maar uiteindelijk heb ik niet opgegeven en in de tweede helft blijven werken om toch mijn doelpuntje mee te pakken. Ik was dan ook heel tevreden met het applaus bij de vervanging. En bij het verlaten van het terrein, dat deed me echt deugd om het publiek zo tevreden te zien. Mentaliteit is bijzonder belangrijk. We moeten elke wedstrijd spelen om te winnen, om samen voor het doel te gaan. En het doel, dat is zoveel mogelijk wedstrijden winnen. Woensdag komt de bekerwedstrijd tegen Eupen eraan. Die belooft niet gemakkelijk te worden, maar ook daar willen wij winnen. Iedereen moet er 100% voor gaan, alsof het de finale van de wereldbeker was. Want wij willen zegen vieren, hebben een mentale spirit nodig om dat te doen. En ik denk dat zo'n 50-50 partij zal zijn waarin de beste ploeg het laken naar zich toe zal halen.